Sommige mensen hebben een verhoogd risico op aderverkalking. Dit kan leiden tot hart- en vaatziekten. De begeleiding van patiënten met aderverkalking of een verhoogd risico hierop gebeurt meestal door de huisarts. Na een hart- of vaatziekte wordt deze behandeling vaak gestart door een specialist in het ziekenhuis. Soms kan een huisarts of specialist echter aanvullende expertise gebruiken. Dan kan u als patiënt worden verwezen naar het Hart-Vaat-Preventiecentrum. In het Hart-Vaat-Preventiecentrum werken artsen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van aderverkalking en het voorkomen van hart- en vaatziekten. Dit zijn kaderhuisartsen en specialisten zoals vasculair internisten en cardiologen. Zij geven advies en nemen indien nodig de behandeling tijdelijk over. Hier ziet u een aantal voorbeelden van problemen waarmee u verwezen zou kunnen worden naar het Hart-Vaat-Preventiecentrum. De begeleiding is gericht op het voorkomen van nieuwe hart- en vaatziekten. Na verwijzing ontvangt u verdere informatie. Tijdens uw afspraak heeft u een recent medicatieoverzicht nodig. Soms wordt u gevraagd vooraf een bloedonderzoek of 24 uur bloeddrukmeting te doen. Na afloop van het consult zal de arts een advies geven of uw medicatie aanpassen. Het Hart-Vaat-Preventiecentrum is een samenwerking van huisartsen, Zuiderland en CZ. Samen met u proberen zij er alles aan te doen om hart- en vaatziekten te voorkomen. Zo krijgt u de juiste zorg op de juiste plek.